fijn dat u erbij bent, dat u bent gekomen naar deze bijeenkomst over het Nationaal Slavernijmuseum, wat er gaat komen. Toen zei ik, die naam Maal, die ken ik wel, want zij stamt dan af van natuurlijk van de familie Maal op Curaçao. En ik ben geboren in handen van dokter Maal. En dat was een familielid van jou, ja, natuurlijk, hè? Ja, is een overgrootoom van mijn vader. Overgrootoom van jouw vader? Dus... Ben ik al zo oud? De mentaliteit moet veranderen. De mentaliteit moet veranderen, want als ik u nog mag vertellen dat tot de dag van vandaag kinderen op school zich voelen dat ze lelijk zijn. Aha. Dat ze niet gehoord worden, dat ze niet tellen. En dat is weer een doorwerking van dat slavernijverleden. Ja, van dat slavernijverleden. Ten slotte, je staat er zelf in helemaal, maar jij bent ook een wit persoon. Hoe kijk jij dan tegen die mensen aan? Hoe kijken ze tegen jou aan? Nou, ik weet niet, in Nederland ben ik niet wit. Nee, dat discriminatiegedoe heb ik hier in Nederland leren kennen. Jij houdt je bezig met het aanstuwen eigenlijk van het Slavernijmuseum in Amsterdam. Klopt dat? Dat klopt. Ik moet wel zeggen dat toen ik dit in 2019 aanschoof bij dat overleg, toen was het eigenlijk nog best wel een kwetsbaar idee en een beetje pril. En ook wel, ja, dat je denkt, ja, gaat dat er echt komen? Met veel groepen die daar verschillende inzichten over hadden. Heel vaak. John Leerdam. We hebben ons verheugd op deze avond. Eindelijk ook zowel Christiana als Max aanwezig is. Maar belangrijker dan Christiana en Max zijn alle gezichten uit Zuid-Holland. En voor misschien ook wel zelfs mensen uit Amsterdam. En ook zitten we hier dicht bij de gemeente. Gemeente, mensen uit de gemeenteraad. Is er Caribisch. Kijk jullie, kijk elkaar maar eens aan. Jullie denken dat jullie bij elkaar horen, maar jullie horen bij ons ook. Wat is dit? Yes, Mauritshuis. Wie was Maurits? Kom nou. Precies. 8 jaar was hij in Brazilië. Hij heeft daar heel veel geld verdiend. Als ik naar dit pand kijk, denk ik daaraan. Ik snap dat het een mooi museum is, maar ik denk ook aan hoeveel in Nederland, hoeveel gebouwen in Nederland die connectie hebben met die slavernij, met slavernijprofijt. We hebben een heel voortraject gehad, samen met een aantal verkenners, 3 partijen, Lindsay, Easy Solutions en Museums zonder Muren, die hebben een heel rapport geschreven. Daar zijn we ook mee bezig geweest en er zijn een aantal hele belangrijke uitgangspunten al voor het toekomstige museum. Moet het in Amsterdam? Ja. Transatlantisch? Ja. Nee. Nou ja, ik ben benieuwd. Ga je gang. Ik moet u zeggen dat ik het graag in Den Haag had gezien. Ah. Kom maar, oké. Er is steun. Dit eerste nummer heb ik voor mijn moeder geschreven. Het heet Eileen. En de inspiratie is van Padu del Caribe. Dat is een van die legendarische pianisten van Aruba. Mooi. Dank jullie allemaal dat jullie hier zijn geweest, dat jullie hebben geluisterd, dat jullie mee hebben kunnen denken. Ik hoop dat jullie het verder zult vertellen, verder zult nadenken over wat en hoe. Je kunt nog altijd terecht, je kunt altijd verder terecht, denk ik, op de website. Ja, knikken zij, als je daar nog iets kwijt wil of als je daar iets wilt lezen of zo, dan kan dat. Dank je wel, prachtig.
Ze willen dat ik Eileen heet. Heel mooi.